In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, amen. Onze Vader in de hemelen, zijt gij, zij uw naam, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel. Geef ons hier ons dagelijks brood en vergeef onze schulden, en leid ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Leid ons niet in bekoring, maar verlos van het kwade, amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u gezegend, zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons aan de zondaars, nu in het uur van onze dood, amen. Heilige Jozef, bid voor ons. Onze heilige engelbewaarders, bid voor ons. Onze heilige patronen, bid voor ons. Alle engelen, Gods lieve heilige, bid voor ons. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, amen. Goedenavond. We waren toe begonnen met het begin van de catechismus. Omdat sommige mensen het begin niet hebben gehad en ook omdat het niet opgenomen is geweest. Dus daar kan ik het gewoon eventjes hernemen van het begin af aan. We hadden vorige keer de eerste 10 vragen gezien, dus over de christelijke leer. Wat is de christelijke leer en wat is de christenmens? En nu eigenlijk de tweede les, na de inleidende les, dat zijn de geloofsbronnen. Want we hebben gezien dat een christenmens is iemand die de leer van Christus gelooft en beleidt. En bij de christelijke leer, ja, dan gaat het dus over een doctrine, een leer. Wel, welke leer is dat? Waar vinden we die? Wat is dat voor een leer? En waar vinden we die? Dus de vraag 11 is dan, welke waarheden moeten wij geloven? Ja, de mensen horen tegenwoordig niet meer graag waarheden, dat wil zeggen absolute waarheden. De moderne mens kan daar niet meer mee om, want iedereen heeft zijn waarheid enzovoort. Een absolute waarheid, bestaat dat wel? Dus de waarheden zijn relatief geworden, dus niet geworden, maar in de geest van de mens, dus het woord waarheid wordt misbruikt voor opinie. En de absolute waarheden, die worden eigenlijk, daar wordt niet meer over gesproken. Dus de logica is ook vaak zoek. Er zijn feiten natuurlijk, die kunnen vastgesteld worden, maar dan worden nog geïnterpreteerd of verkeerd geïnterpreteerd, de feiten, of eenzijdig dus gerelateerd. En dan natuurlijk, wij hebben het hier over de waarheden die van God komen. En daar wordt helemaal niet meer over gesproken, want modernisme neemt dat niet aan. Dat er waarheden zijn die onveranderlijk zijn van God komen, dus de waarheid in de kerk moet kunnen evolueren. En dan het woord moeten, daar is ook een probleem mee. Want de moderne mens neemt niets meer aan wat moet. Moet, 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 ik ben vrij en ik kies wat ik wil. En vanaf ze moeten horen, dan hebben ze zelfs onmiddellijk al zin om het tegenovergestelde te doen, gewoon uit de reactie. Wel, het is een moeten als je naar de hemel wilt gaan, dan moet het, ja. Het is een voorwaardelijke moet, in die zin een noodzakelijkheid. Als je wilt zalig worden, dan moet het. Het is een onomkoombare voorwaarde. En dan met het woord geloven, even tegenwoordig heb ik ook problemen. Want geloven betekent twijfelachtig denken dat het zo is. Ik geloof dat het morgen gaat regenen, zo, in die zin. Maar in deze zin wordt geloof niet gebruikt. Geloof wordt hier gebruikt in de zin van vast aannemen, omdat God niet kan liegen en waar het is. Hij weet alles en hij kan ook zich niet vergissen. Dus we moeten nog weten wat de woorden betekenen. Deze heel eenvoudige vraag, 50 jaar geleden was het een eenvoudige vraag, die vraag is nu problematisch geworden voor in de oren van een moderne mens.
Maar ik hoop dat, bij u nog, dat u nog begrijpt waar het over gaat. Dus welke waarheden moeten wij geloven? Wel, het antwoord is, wij moeten de waarheden geloven die God geopenbaard heeft. En in de Heilige Kerk ons vooral te geloven. Dus wij moeten God geloven, zoals ik zei. Want God is oneindige waarheid. Dus en zij kan ons niet bedriegen en hij weet alles. Het is een heel betrouwbare bron. En die de Heilige Kerk ons voor had te geloven. Ja, maar dan moet men ook maar weten, de kerk die natuurlijk die waarheden van God voorhoudt, dat gaat het grote probleem zijn. Want er zijn er veel die zeggen, ik ben de kerk. Ik weet nog wel protestantse secten die zeggen, wij zijn de kerk. De Oosterse systematieken zeggen, wij zijn de kerk. Wij zeggen de waarheid van God. Zelfs de islam zegt dat ze de waarheid van God zeggen, van Allah. Allah betekent God in het Arabisch. Dan zijn er verschillende, zogezegd traditionele groepen die zeggen ook dat ze de waarheid hebben. Je hebt de Petersbroederschap, de Pius, je hebt allerlei groeperingen die eigenlijk elkaar tegenspreken. En toch zeggen ze allemaal dat ze dus vanwege God spreken. Dus dat is, het gaat wel over de Heilige Kerk. En het is er maar één, we zullen dat laten zien, het is maar één kerk. Het gaat niet over wat een kerk denkt, of een christen denkt, maar de Heilige Kerk. Namelijk die die echt van God is, die door God wordt gegarandeerd, waar God zich mee bezighoudt om ze onfeilbaar en gebrekkeloos te houden. Want ze is onfeilbaar en gebrekkeloos. De Heilige Kerk. En we hebben gezien in de vraag nummer 6 vorige keer, dat wat een christen mens is. Dat betekent, wie is lid van die kerk? Zo kun je het ook stellen. Wel, als je dus die definitie van een christen mens gebruikt, dan weet je waar de kerk is. De kerk. Want al diegenen die aan die definitie voldoen, die allemaal tezamen, die zijn de kerk. De heilige kerk, de ware kerk. Dus die gedoopt zijn, geldig gedoopt, die de geldige sacramenten hebben, die gedoopt zijn, maar dan echt gedoopt, en die de leer van Christus gelooft en beleidt, de leer van Christus, dus die geen ketter is in schismatiek, in de ware kerk, dat betekent onder het legitiem gezag van legitieme oversten. En als je dat toepast, dan zie je dat er nog weinige mensen aan deze definitie dus beantwoorden. Vooral het tweede stuk hier, dat ze de leer van Christus geloven en beleiden, dat ze geen ketter zijn. Maar ook dat ze dus onderworpen zijn aan het legitiem gezag. Dat ook. Dat wil zeggen, de gelovigen aan nog priesters die geldig gewijd zijn en geen ketter zijn, en de priesters aan bisschoppen die nog geldig gewijd zijn en geen ketter zijn. Een paus hebben we voor het ogenblik niet, omdat je door ketterij een pausschap verloren gaat. Maar de kerk blijft bestaan. Een pausschap kan verdwijnen. Een pausschap kan verdwijnen door vier oorzaken. Het overlijden, waanzin. Als een paus waanzinnig wordt, Alzheimer krijgt, dan houdt het ook op. Als hij aftreedt, of als hij ketter wordt, publieke ketter, of schismatiek. Wel, dat zijn vier oorzaken van, of vijf oorzaken als je wilt, dat pausschap verloren gaat. Dus een paus kan verloren gaan tot aan, pausschap kan verloren gaan tot aan de keuze van een volgende, totdat er een volgende paus wordt aangesteld. Dus het pausschap kan tijdelijk verloren gaan. Hè? Na iedere dood van een paus is de kerk zonder paus geweest. Dus de kerk kan zonder paus zijn. Maar de kerk zelf kan nooit vergaan. Nu bestaat de kerk en de kerk is nu één heilig, katholiek en apostolisch. En de kerk is volmaakt, is wat van God betreft. Wat God betreft is ze volmaakt. Wat we wel constateren, dat is dat ze heel klein is in aantal. Ze is heel klein in aantal. Maar ja, daar heeft Jezus geen beloften over gedaan, over de kerk. We zullen daar later, als we het over de kerk hebben, nog uitvoerig over hebben. Maar ik zeg het nu al, omdat het hier, ja, het gaat hier over de heilige kerk. Wie is de heilige kerk? Ja, dat is het juist. De Heilige Kerk zijn al diegenen, dus
Ze bestaat uit mensen, want het is een mensengemeenschap. Maar ze heeft goddelijke eigenschappen omdat God ze heeft ingesteld. En God heeft daar beloften aan verbonden. Bijvoorbeeld dat de poorten der hel haar nooit zouden overweldigen. En dat Jezus bij haar zou zijn tot het einde van de wereld en dat de Heilige Geest haar zou ondersteunen. Maar hij heeft nooit een belofte gedaan over de kwantiteit van de leden. Je kunt dat zien in de Heilige Schrift waar Jezus zegt, dat is een profetie, hè, zal de mensenzoon nog geloof vinden op aarde als hij terugkomt. Dus je hebt twee profetieën. Dat de poorten der hel haar niet zullen overweldigen, dus de kerk zal altijd bestaan. En met al haar essentiële eigenschappen, want anders is het de kerk niet meer. Als ze een essentiële eigenschap verliest, bijvoorbeeld ze heeft geen bischoppen meer, ja, dan is het de kerk niet meer, dan is de kerk kapot. Dus de kerk zal bestaan met al haar essentiële eigenschappen. En dat is een belofte van Jezus, tot het einde van de wereld. De poorten der hel, dus de leugen, de ketterij, zullen haar nooit overweldigen. En langs de andere kant zegt hij, een andere uitspraak, een profetie, zal ik nog geloof vinden als ik terugkom op aarde? Dat betekent dat de kwantiteit heel klein kan zijn. Waarom? Omdat de kwantiteit niet van God afhangt. Dat ze bestaat en dat ze haar eigenschappen bewaart, daar kan God voor zorgen door een speciale genade. Daar zorgt hij ook voor. Bijvoorbeeld, met het concilie zijn praktisch alle bisschoppen zijn ketter geworden, maar God liet niet toe dat alle bisschoppen ketter geworden zijn, want dan zou de ganse kerk ketter geworden zijn. Dus hij heeft twee bisschoppen een speciale genade gegeven, minstens, hè, om publiekelijk nog de waarheid te zeggen. Dat was Monsieur Lefebvre en Monsieur Castel de Mayer. Dus van de 2500 ongeveer, want het fluctueerde, waren bisschoppen die dan stierven onder het concilie, en anderen werden dan bijgewijd. Er waren ongeveer 2500 bisschoppen gedurende het concilie. En op het einde van het concilie, waren zelfs 2600 in de veertig, denk ik, ondertussen. Dus van de 2000, op het einde van het concilie, 2600 bisschoppen was het ondertussen geworden. Want er werden bisschoppen bijgewijd natuurlijk. De kerk evolueert, de kerk vergroot. Ik bedoel, hè, de missiegebieden ontwikkelen zich. Vooral in Afrika en zo. En dan, van die 2600 bisschoppen, zijn ze allemaal afgeweken, behalve twee die nog publiekelijk de waarheid zeggen, omdat God juist zijn belofte houdt dat de kerk niet kan vergaan. Dat de leugen haar niet zal overweldigen. Dat is een voorbeeld. Dat is een buitengewoon voorbeeld hoe dat God zijn beloften houdt. Dus hij zoekt bisschoppen uit die van goede wil zijn en hij geeft ze buitengewone genade en moed en inzicht dat ze inderdaad het geloof bewaren en krachtig blijven getuigen tegen alles in. Het moet. Want de kerk kan haar publiekelijk getuigenis niet verliezen, want anders is ze ook door de hel overwonnen. Als er geen publiek getuigenis meer is. Dat is een voorbeeld dat dus Jezus God zijn beloften houdt, dat de kerk nooit zal vergaan. Maar je ziet, het kan heel weinig worden. Waarom? Omdat de hoeveelheid hangt eigenlijk af van de mensen en niet van God. Want iedereen, dat is een dogma, krijgt voldoende genade. Iedereen krijgt voldoende genade. Om zalig te worden. Iedereen. Want iedereen moet naar de hemel kunnen gaan. Iedereen moet naar de hemel kunnen gaan. Dat heb ik u gezegd ook, dus de vorige keer. Moeten alle mensen de christelijke leer kennen en onderhouden? Ja, alle mensen moeten de christelijke leer kennen en onderhouden, want dit is de wil van God. Anders kunnen ze niet zalig worden. En zelfs niet oprecht gelukkig zijn in dit leven. Ziet je? Wel, God schept alle mensen. Hè? De mensen zijn een schepsel van God. De ziel wordt onmiddellijk geschapen door God, rechtstreeks bij de conceptie, bij het ontstaan, hè? Bij de het ontstaan, conceptie in het Nederlands. Ik ben het even het woord kwijt. Enfin, bij het ontstaan van de mens. Dus bij het eerste ontstaan van de mens. La conception in het Frans, conceptie, conceptio in het Latijn. Bij het, het is niet erg. Dus bij het ontstaan van de mens dat schept God. Je kunt over bevruchting spreken eventueel, maar dat was het niet. Ik bedoel, het was nog een ander woord. In ieder geval. Dus bij het ontstaan van de mens schept God de ziel en het lichaam komt, natuurlijk van onze ouders, voorouders. Uiteindelijk gaat dat terug op Adam en Eva. En Adam en Eva zijn door God geschapen. Dus uiteindelijk komt ons lichaam ook van God, maar dan onrechtstreeks. Dus bij het ontstaan van de mens komt zijn ziel rechtstreeks van God.
en zijn lichaam onrechtstreeks van God. Dus wij komen van God. Dus wij zijn allemaal schepselen van God. We zijn allemaal schepselen van God. Wel, God schept, zoals iedere artiest, dat een menselijke artiest dat ook doet. Als je een meesterwerk maakt, is dat niet om in de vuilbak te smijten. Dat is onzin. En God doet geen onzin. De mens kan nog onzinnig doen, de mens kan nog zondigen, gekke dingen doen, maar God niet. God is wijsheid en voorzichtigheid. God heeft alle deugden en alle volmaaktheden. Dus God schept niet iets prachtigs, zoals een mens, is een meesterwerk, om in de vuilbak geworpen te worden. In de hel. De hel is een vuilbak. Dus dat betekent dus, en dat is ook een dogma, iedereen krijgt voldoende genade om naar de hemel te gaan. Op die of andere manier. Natuurlijk zijn er nu veel mensen die inderdaad waarschijnlijk de genade krijgen van het toopsel van begeerte. Want zo krachtig is het getuigenis van de kerk op het ogenblik niet meer dat iedereen duidelijk de stem hoort. Maar de kerk is er nog altijd, maar ja, u hoort mij spreken, hè, dus ik ben zichtbaar, u bent ook zichtbaar, dus wij zijn de kerk, dus de kerk is nog altijd zichtbaar. Ik werk met bisschoppen, Monsignor Ramola voor het ogenblik, enzovoort, dus de kerk is er nog helemaal, maar ze is heel klein, en dat hangt van de mensen af. Dus de mensen hebben een vrije wil, en in de middeleeuwen hebben de mensen massaal ja gezegd. In de eerste eeuwen hebben de mensen veel mensen nee gezegd, of veel mensen ja, want er waren wel veel christenen, maar er werden vervolgd, de meerderheid was nog steeds heiden. De meerderheid van het uitvoer van de Joden hebben nee gezegd, dus maar een klein aantal dat ja gezegd heeft. In Azië ja, was het eerst ja, en daarna is het nee geworden, is de islam is aan boven gekomen, en ketterij is aan boven gekomen, de hoogmoed, het Oosterse schisma is dan naar boven gekomen, in Afrika ook, hè. Afrika heeft ook, dus daar waar Sint Augustinus geleefd heeft, de heilige Cyprianus en zo, en de heilige Monica, Noord-Afrika, dat was een bloeiende christelijke gemeenschap. En wel, er blijft praktisch niks meer van over van die gemeenschap, want dus er is een ontrouw geweest. Dus het hangt van de mensen af. In een bepaalde steek wij ook, kijk eens naar ons eigen land. Wij zijn eeuwenlang christelijk geweest. Echt katholiek, hè? Vanaf de eerste missionarissen. De eerste missionaris hier in ons land was Victrixius, die de Morinen heeft bekeerd. De Morini zijn mensen van West-Vlaanderen. En dan kwam pas later, zei eigenlijk Sint Amandus. Dus, en toen dat zij dus doden hebben tot leven gewekt, dan zijn ze hier bekeerd. En ze zijn katholiek gebleven tot aan Vaticaan II. Ze hebben het protestantisme niet aanvaard. De protestanten zijn naar Nederland gegaan en de Nederlandse katholieken zijn zelf naar Vlaanderen gekomen hier. Dus er is zelfs een uitwisseling geweest. We hebben onze martelaren tegen het protestantisme. Ook de Nederlanders hebben dat, de martelaren van Gorkum. De helft waren dus Vlamingen. Dan de helft waren Nederlanders. Of hetgeen dat nu in Nederland ligt, maar ook nog voor een stuk Vlaanderen is, hè. Want Vlaanderen gaat tot aan de Rijn. Hè. Je hebt de Zeeuws-Vlaanderen, Brabant en Limburg. Dat behoort nog tot Vlaanderen eigenlijk. Hè. Maar, dus Vlaanderen gaat over drie landen. Noord-Frankrijk, het noorden van België en het zuiden van Nederland. Dus wij zijn katholiek gebleven. Enzovoort. Dus tot aan het concilie. Tot aan het concilie. Dan zijn wij uitgehoorzaamheid aan onze kleris. We zijn veel te weinig voorzichtig geweest. Onze kleris is ook veel te weinig voorzichtig geweest. Hebben wij nu het geloof verloren. En je ziet nu dat er nu praktisch heel weinig of geen mensen meer het ware geloof hebben. Wij gaan ze niet oordelen, hè. Zijn mensen nog, dat is nog een andere kwestie. In hoeverre is iemand schuldig of niet, dat is onze zaak niet. Jezus verbiedt dat om ons daarmee bezig te houden. Dus hij zegt oordeelt en veroordeelt niet. Maar wij stellen wel vast wat er dus feitelijk gebeurd is. Dus je moet dat goed begrijpen. Die belofte van Jezus die gaat over het bestaan van de kerk en over haar essentiële eigenschappen, maar niet over haar kwantiteit. Ook al even, dus er bestaan veel dwalingen over, ook tussen sedevacantisten. Er is een groep sedevacantisten rond Abbé Belmont, hè, en die geloven dat er eigenlijk geen bisschoppen meer zijn. Er zijn nog een paar heel oude bisschoppen en die gaan dan verdwijnen.
Die gaan dan sterven. Uiteindelijk hebben die Vaticaan II aanvaard en zijn die ketters. En als ze ketters zijn, behoren ze eigenlijk niet meer tot de kerk. Dus eigenlijk zijn de verzorgers daar bij Belmont geen bisschop meer in de kerk. Niks. Maar dat kan niet, want het bisschopsambt behoort tot de essentie van de kerk. Want de kerk moet onderwijzen. Ga in onderwijs. Leer ze onderhouden. Doops. En de onderwijzende kerk zijn de bisschoppen. En bovendien zijn de sacramenten die van de bisschoppen komen. Bijvoorbeeld wijdingen, priesterwijdingen en bisschopswijdingen kunnen alleen maar door een bisschop gegeven worden. Als er geen bisschoppen meer zijn, zijn er geen priester- en bisschopswijdingen meer. En dan heeft de kerk dus sacramenten verloren. En dat kan niet, want dan heeft de poorten de hel haar overwonnen, want dan heeft ze een essentieel deel van zichzelf verloren. Dus God laat dat niet toe. Er zullen dus altijd bisschoppen zijn die echt katholiek zijn, die niet ketter zijn, niet schismatiek, en die geen, en die enzovoort enzovoort. Dus dat is een garantie van God, daar staat God garant voor. En dat hebben we gezien met Vaticaan II. Er zijn er twee overgebleven. Twee. Want de Heilige Schrift zegt ook in het Oude Testament, het getuigenis van twee of drie is waar, moet je aannemen. Dus er moesten minstens twee getuigen zijn. Twee getuigen van het geloof. Twee bisschoppen. En dat is echt het minimum van het minimum. Want dat is echt het minimum. Maar ze waren daar. En ik ben priester dankzij die bisschoppen. Enfin, die bisschoppen, ja. Dankzij die bisschoppen ben ik... Want ze hebben dan alle twee bisschoppen gewijd. En ik ben gewijd door een van die bisschoppen enzovoort. Dus de kerk, dus dat is de heilige kerk. Dus dat is, ik ga daar nog op terugkomen als we het over de kerk hebben, want de kerk komt toch voor in de 12 artikelen van het geloof. Hè. Ik geloof in de kerk, zegt men dan. Ik geloof erin. Dat betekent dat het eigenlijk niet menselijk is. Menselijkerwijze is nu de kerk kapot. Maar ik geloof in de kerk. Dat betekent, God is garant en God zal ze laten overleven. En God zal zelfs zorgen dat ze opleeft. Want de kerkvaders, die zeggen duidelijk, hoe meer de kerk vervolgd wordt, hoe meer ze opleeft. Het is zoals een veer. Hoe meer je een veer indrukt, hoe hoger ze opspringt. Want haar ziel is goddelijk. En iedere crisis, iedere vervolging veroorzaakt een zuivering. En zelfs martelaars, martelaarbloed. En bloed van de martelaren is het zaad van het christendom, zeggen de kerkvaders. Zegt Tertullianus en de kerkvaders. Dus ik herhaal, welke waarheden moeten wij geloven? Wie moeten wij nu nog geloven? Ja, we moeten geloven, God. God moeten we geloven. En God die delegeert uit goedheid. Hij delegeert, dus wij moeten dan geloven aan die mensen die hij gedelegeerd heeft om zijn openbaring kenbaar te maken. En dat is de Heilige Kerk. God delegeert uit goedheid, zoals ik gezegd heb vorige keer, bedankt. Delegatie is een goedheid, dat wil zeggen. Dus anderen laten deelnemen aan een groots werk. Dat is een goedheid. God laat de mensen deelnemen aan een groots werk van schepping en verlossing. De schepping, dat delegeert aan het huwelijk. Hè? Dat is, het ouderschap werkt mee aan de schepping van de mens. Daar werkt aan mee. En de verlossing, die delegeert hij aan degene die in de kerk het voor het zeggen hebben, dus de leiding nemen. Dus de geestelijkheid en ook de geestelijke, dus de klerus en ook de religieuze, hè, die daar ook actief aan deelnemen aan de verlossing. Alhoewel dat de gelovigen daar ook aan deelnemen, want als zij dus meewerken hebben de schepping, namelijk je gaat kinderen verwekken, dan is het voor de hemel dat je dat doet. Hè. Want ze kunnen ook naar de hel gaan, hun kinderen. En dan hoef je geen kinderen te hebben. Als ze kinderen hebben voor naar de hel te gaan, dan is het de moeite niet. Dus die kinderen, die moeten inderdaad nog katholiek opgevoed worden ook. Dus dat is, de leken behoren ook tot de kerk, hè. Maar zij werken dus ook mee aan de schepping. En dat doen de priesters dus niet. De priesters zouden dat kunnen, maar de kerk heeft dat afgeschaft. Men ziet nog in de brieven van Sint Paulus, dat Sint Paulus zegt, een bisschop moet een man zijn van één vrouw. En hij moet zijn huishouden goed doen. Want hoe kan hij de kerk besturen als hij niet eens zijn huishouden kan besturen? Dat is Sint Paulus. Dus in principe kan een priester en een bisschop getrouwd zijn. Maar in de praktijk heeft de kerk dat afgeschaft, omdat het de kwaliteit verhoogt. Dat je dan beter je kon bezighouden met uw werk. Hè. En Sint Paulus zegt ook, ik blijf ongehuwd en ik wou dat iedereen was zoals ik. Want dan heb je veel minder zorgen. Hè.
hoe dat je aan je vrouw moet behagen, dat je moet voor de kinderen zorgen, voor je huishouden. En nu heb je alleen maar te zorgen voor uw taak als priester of als bischop, en dat is veel eenvoudiger. Natuurlijk, je moet de roeping hebben, hè, want anders gaat dat niet. En je moet ook bidden, want anders gaat het ook niet. Dus wij moeten de waarheden geloven die God openbaard heeft en die de Heilige Kerk ons voorhoudt te geloven. Dus de Heilige Kerk die houdt dus die waarheden van God voor. Maar dan moet je goed weten waar is de kerk. En daarom zullen we later over de kerk moeten spreken. Waar is die ware kerk? Wel, ik heb al een verwezen naar vraag nummer 6. Dat zijn dus al die mensen die aan die definitie voldoen. Maar er gaan ook nog kenmerken komen als we het over de kerk hebben. Namelijk 6 kenmerken. 4 inwendige kenmerken en 2 uitwendige kenmerken. Die inwendige kenmerken zijn 1 heilig, katholiek en apostolisch. En de uitwendige kenmerken zijn, er zullen altijd mirakelen gebeuren en profetieën. Voilà. Dus er zijn 6 kenmerken waaraan men kan zien dat het daar de ware kerk is. Wel, en dan moet je dat geloven. Wat die kerk zegt, want dat is aan God die spreekt. In naam van die kerk, dus door die kerk heen. Hoe kennen wij met zekerheid, de waarheden die God geopenbaard heeft? En wel, wij weten zeker dat die waarheden God geopenbaard heeft door de onfeilbare leer van de kerk. Dus binnen in de kerk is er nog een onfeilbare leer. Want er kunnen ook opinies verkondigd worden, er kunnen privéopenbaringen gegeven worden, die dan dus vergissen misschien niet helemaal uitkomen of zo. Er kunnen zelfs kettes ontstaan die in het begin niet gezien worden, maar na een tijd moeten buitengezet worden door de bischoppen. Dat is de taak van de bischoppen om goed te zien of er geen kettes zijn. Die in het begin verschuilen die zich en doen ze dat geniepig, want ze weten zelf dat ze dus inderdaad in tegenspraak zijn met de openbaring ergens. En dan... We zien dat in de geschiedenis van de kerk, dat ketters zich vaak hebben proberen te verschuilen. Hè, achter allerlei listen, dus twijfelachtige, dubbelzinnige formuleringen enzovoort. Dus er is een onfeilbare leer in de kerk. En een onfeilbare leer, die is drievoudig. Je hebt een tweevoudige actieve onfeilbaarheid en je hebt een passieve onfeilbaarheid. De tweevoudige actieve onfeilbaarheid, die is degene die het meest gekend is, dat is degene die geproclameerd is door het Concilie van Vaticanum I in 1870. Namelijk, dat is onfeilbaarheid van de paus ex cathedra. Dat noemen ze het universeel buitengewoon magisterium. Buitengewoon. Of ex cathedra uitspraken, dus dogmaverklaringen. Wel, alleen de paus heeft dat. Alleen de paus heeft dat. Alleen de paus heeft dat, die prerogatief. Jezus zelf zegt dat hij de kerk gaat bouwen op de onfeilbaarheid van de paus. Dus van de rots, hij zegt. Je zet de rots. Dat noemt hij de rots. Dat wil zeggen, dus dat is de onfeilbaarheid van de paus, waar hij inderdaad zegt wat van God komt. Want de paus kan zich ook vergissen, hè? Want toen Jezus zegt, gij zijt de rots, op deze rots zal ik mijn kerk bouwen, dan zegt hij een beetje later, achter mij Satan, zegt hij tegen diezelfde Petrus. Omdat Petrus zegt, het is beter dat je niet naar Jeruzalem gaat en dat je niet wordt gekruisigd en zo. En Jezus zegt, achter mij Satan, want gij weet niet wat de wil van God is. God wil dat ik de mensen verlos. Dus God wil dat ik dat doe. Dus hou mij niet tegen. En Jezus zegt wel, dat moet je goed zien. Jezus zegt nadien, hij zegt wel, op deze rots zal ik mijn kerk bouwen. Maar hij zegt, en de poorten daarvan zullen haar niet overweldigen. Hij zegt niet u overweldigen. Het paalschap, nee, hij heeft het over de kerk, haar. Dat betekent dus dat de kerk onfeilbaar is. En omdat de kerk onfeilbaar is... Die onfeilbaarheid die wordt dus binnen in de kerk uitgevoerd door de paus, om te beginnen. En die heeft het belangrijkste deel van de onfeilbaarheid. Maar het is niet het enige deel. Want de tweede actieve onfeilbaarheid is het gewoon universeel magisterium. En dat is dat alle bisschoppen van de kerk het eens zijn. Natuurlijk inclusief
inbegrepen de bisschop van Rome, de paus, maar als er geen paus is, ja, dan zijn het, dus, zoals nu het geval is, dan zijn het alle bisschoppen. Puttend uit het verleden. Dat wil zeggen, ze zijn ook in eenheid met wat de bisschoppen en de magisterium in het verleden heeft gepredikt. Ze zijn in eenheid in plaats en tijd. Dus alle bisschoppen, zelfs over de wereld verspreid, of verenigd in een concilie, of verspreid, als ze maar unaniem zijn, puttend uit het verleden. En normaal zijn ze één met de paus, hè, dus de paus erbij in normale tijden. Maar als de paus er niet is, dan kan het niet zijn dat de kerk onfeilbaar wordt plots. Dat kan niet. De kerk is onfeilbaar. Jezus zegt, de poorten der hel zullen haar niet overwelken, dus de kerk is onfeilbaar. Dus als er geen paus is, is de kerk nog steeds onfeilbaar. Haar, zegt Jezus. En waar is die onfeilbaarheid dan? Ja, doordat dus alle bisschoppen, als ze unaniem zijn, alle bisschoppen, de katholieke bisschoppen, die geen ketten zijn en die geldig gewijd zijn, die zijn katholiek en die zijn bisschop, als die het eens zijn, dan zijn ze onfeilbaar. Ik geef een voorbeeld. Op dit ogenblik bestaat de kerk, want dat is de belofte van Jezus. We zijn nog niet aan het einde van de wereld, en dus de kerk bestaat nog steeds. Dus de kerk is onfeilbaar. Dat is zijn belofte. De poorten van hel zullen haar niet overweldigen. En wil je onfeilbaarheid, die kunt je dus zien bij de bisschoppen. Als de katholieke bisschoppen het eensgezind zijn, puttend uit het verleden, dan zijn ze onfeilbaar. Is er zo'n geval geweest? Ja. Want alle bisschoppen die geldig gewijd zijn, en die geen ketter zijn, en die geen schismatiek zijn, dus die dus sedevacantist zijn, want je kunt niet één zijn met een ketter, hè? Dan ben je als schismatiek, of je eens bent met een ketter of met een antipaus, dan ben je als schismatiek. Als je met een antipaus aanvaardt als paus. Dus de bisschoppen die geen ketter zijn en die geldig gewijd zijn, die zijn het er allemaal over eens dat een ketter geen paus kan zijn. Daar zijn het allemaal over eens. En dat is onfeilbaar dus. Dan kun je zeggen dat is onfeilbaar doordat er dus allemaal eensgezind zijn, om dat te zeggen. Dat is nu een voorbeeld van een onfeilbaarheid die nu op dit ogenblik werkt. En ik zal zeggen, ze zelf zeggen dat die bisschoppen van de broederschap zelfs zitten daar gedeeltelijk ook in, want ze hebben aan mij, alle drie, de ene al uitdrukkelijker dan de ander, maar toch niet verkeerd te verstaan, dus nee, toch gezegd, hè, dat inderdaad, je hebt gelijk, hebben ze gezegd, hè, want ik had dat gevonden. Een ketter kan geen paus zijn, en Paulus VI enzovoort, en sinds Paulus VI zijn er geen pausen meer. Maar we spreken er niet meer over. Dus, maar ze hebben wel gelijk gegeven. Zij weten het. Ook zij zeggen het, in privé dan, dat het zo is. Maar ze zeggen het wel niet in publiek. En daarmee worden ze eigenlijk al semi-ketter, omdat ze dus vriendschap hebben gesloten met ketters. Ze hebben al 3 overeenkomsten met Rome, dus ze zitten eigenlijk in een grijze zone, die zijn aan het wegschuiven. Maar in privé zeggen ze nog de waarheid. Maar nog niet in publiek. Of niet in publiek. Wel, dus... dat is dus de tweede actieve dus onfeilbaarheid. Namelijk het universeel, gewoon magisterium. Dat is de unanimiteit van alle bisschoppen. Puttend uit het verleden. In het verleden hebben ze inderdaad ook gezegd... dus verschillende... Zelfs een paus heeft gezegd, Innocentius III, dat als hij een ketterij zegt, dat hij door de kerk kan geoordeeld worden. En veroordeeld. En dan is er nog een passieve onfeilbaarheid, namelijk als er iets door de ganse kerk geloofd wordt, dus dat is passief. Dus ik heb het eerst over geleerd wordt door de kerk, dat wil zeggen door de onderwijzende kerk, maar nu is het gaat over de onderwezen kerk. Ja? Als er iets door de ganse kerk geloofd wordt, door iedereen en overal en altijd, ook in het verleden, hè? Dan is het ook onfeilbaar. Want als dat dan verkeerd is, dan is de ganse kerk verkeerd. Dan gelooft de ganse kerk iets verkeerd. Dat kan ook niet. Dan hebben we de poort naar Eller ook overweldigd. Dus dat is dan een passieve onfeilbaarheid. Dus die heel nauw samenhangt met de actieve onfeilbaarheid. Want die geloven natuurlijk wat onderwezen is door het magisterium. Dus het is er een laatste tussen die twee natuurlijk. Hè. Maar als je kunt bewijzen, bijvoorbeeld zoals er bewezen is geweest door de heilige Cyrillus van Alexandrië, als ik me niet vergis, van Alexandrië, het concilie van Efeze tegen de ketter Nestorius, die zei, Maria is niet de moeder van God.
was een van de grote argumenten van het concilie van Efeze en van de heilige Cyrillus. De kerk heeft altijd zo gebeden, de kerk heeft altijd zo geloofd. Dat is altijd in de kerk zo geloofd geweest. Dat is een argument. De kerk heeft altijd zo gebeden, moeder van God, bid voor, dus Theotokos, hè, in het Grieks. Ze heeft altijd Maria beschouwd als de moeder van God. Dus, en dan heeft ze het ook uitgelegd, heeft ze ook natuurlijk argumenten gegeven. En dan is het als dogma uitgeroepen door het concilie van Efeze. Maar het was al, het behoort al tot de geloofschat. Want wat overal altijd door iedereen geloofd wordt of onderwezen, behoort tot de geloofschat. Gaat terug naar de apostelen en tot Jezus Christus. Dat is de doctrine van Vincentius van Lerins. Vincentius van Lerins is een kerkvader in Lerins, zat in de klooster van Lerins. En die heeft de leer van de kerkvader samengevat van waar zit nu de waarheid? Want je hebt mensen in de kerk die de waarheid zeggen en je hebt ketters. Waar zit nu de waarheid? En wel, hij zegt, het criterium is wat overal door iedereen en altijd geleerd is geweest, dat is de waarheid. En als er ketters zijn, dan moet je zien wat door het grootste gedeelte geleerd is geweest. En als het grootste gedeelte ketter is, zoals bij het arianisme, dan moet je zien ja, wat vroeger altijd geleerd is geweest. Want dat gaat toch op de apostelen. Dus dat moeten we dan houden. Dus wat vroeger geleerd heeft, heeft nog voorrang op wat in meerderheid in een bepaalde tijd wordt geleerd. Want inderdaad, als je dat ziet met Vaticaan II, zoals we juist gezegd hebben, is er 99,9% in de ketterij vervallen, hè? De grote meerderheid. Dan kun je niet zeggen wat de meerderheid gelooft, de meeste geloven. Dan moet je inderdaad teruggaan naar het verleden en wat in het verleden eensgezind was, en vooral hoe dichterbij dat je de apostel gaat, dat geeft een doorslag. Maar het is nog mooier als je kunt bewijzen dat het ook overal nu geloofd wordt, door iedereen en ook in het verleden. Ja, dan is het zeker onfeilbaar. Maar wat uit het verleden komt, dat heeft voorrang. Want je moet kijken wat er van de apostel komt en van Jezus en van, dus van God. Dus de onfeilbaarheid van de kerk. En dan weten we dat met zekerheid. Dus Vaticaan II is dus niet... Waarom moeten we Vaticaan II dan verwerpen? Waarom is Vaticaan II dan feilbaar, blijkbaar? Waarom heeft, want dat is dat door de bisschoppen en de paus. Hoe komt dat dan? Wel, omdat ze geen enkele van die drie onfeilbaarheden hebben gebruikt. De eerste onfeilbaarheid hebben ze niet gebruikt. Dat wil zeggen, de onfeilbaarheid ex cathedra. Het concilie van Vaticaan heeft duidelijk gezegd wat die onfeilbaarheid ex cathedra is. Dat is dus, daar moeten vier voorwaarden aan vooraf gaan. Om het te verwezenlijken. Een paus moet als paus, als hoofd van de kerk, dus niet als theoloog of als wetenschapper, of zomaar even onder vrienden iets zeggen, zo, onder kennissen, zo, in een vrije tijd. Zo. Ik denk dat morgen slecht weer gaat worden. Ja, dat is niet onfeilbaar. Hè? Dus het gaat als paus, spreekt hij. En hij spreekt tot de ganse kerk, niet tot een gedeelte. Niet tot alleen de Franse kerk of tot de Latijnse kerk, maar tot de ganse kerk, ook de Oosterse, Westerse. De ganse kerk, iedereen, alle leden van de kerk. En hij spreekt over zijn eigen materie. Namelijk geloof, zeden en sacramenten. Dus de geloof en zeden sacramenten. Dus de eigen materie van de kerk. Dus hij gaat niet spreken over astronomie of zo, of over aardrijkskunde of over fysica. Daar is hij niet onfeilbaar in. Maar in zijn eigen materie, ja, geloof en zeden. En dan drukt hij uit dat hij definitief de zaak regelt en dat iedereen dat moet geloven. Als aan die vier voorwaarden voldaan wordt, dan spreekt de paus ex cathedra en dan is hij onfeilbaar omdat aan God door hem heen spreekt. Want een mens is niet onfeilbaar. Geen mens, want missen is menselijk, zeggen ze dus, spreekwoord. Dus de paus is ook niet onfeilbaar als mens, maar hij is onfeilbaar als paus. Dat wil zeggen als vertegenwoordiger van Jezus, als iemand die het charisma van de Heilige Geest heeft ontvangen. Dus de Heilige Geest, God is onfeilbaar. En God deelt zijn onfeilbaarheid mee aan de paus. Hij gaat zijn verstand zodanig verlichten, dat hij duidelijk de waarheid ziet. Hij kan niet meer twijfelen. Hij krijgt een buitengewoon licht dat hij alleen maar de waarheid ziet. En heel duidelijk de waarheid ziet. En zijn wil en omstandigheden worden zodanig ook door genade beïnvloed dat zij
Hij is van goede wil dan, want anders kan hij dat niet. En hij wil ook de waarheid dan zeggen. En omstandigheden zijn zo dat hij zich goed kan uitdrukken enzovoort. En dat alles goed verloopt. Dus daar zorgt God voor. Dus God geeft een genade. Dus hij respecteert die vrije wil van de paus. Maar hij krijgt zo'n genade. Ook met respect in eerbied voor de vrije wil van de mens. Dat hij zich niet kan vergissen. En de paus wil zich ook niet vergissen. Hè? Hij is van goede wil. Dus de voorwaarde is wel een punt dat iemand dat hij van goede wil is. Dus omdat goed. Want anders wordt het wel moeilijker. Hè? Want God wil niet, of uitzonderlijk, maar eigenlijk wil hij dus rekening houden met de vrije wil van de mensen. Maar als die mens van goede wil is, dat heeft hij ook met de gewijde schrijvers gedaan. Dus we hebben de gewijde schrijvers ook de heilige schrift samengesteld. Daar ga ik zelfs over terugkomen. Want daar gaat het zelfs over hebben. Dus, wel, Vaticaan II heeft dus die... Eerste, dus ontvouw bij het niet willen gebruiken. Dat is duidelijk gezegd geweest voor Paulus VI. Paulus VI zegt, ik wil mijn onfeilbaarheid niet gebruiken. Onder het concilie. En na het concilie zegt hij ook, ik heb mijn onfeilbaarheid niet willen gebruiken. Waarom niet? Om de protestanten en de anglikanen en de oosterse schismatieken en al de ketters en schismatieken niet voor het hoofd te stoten. Want dat hij gezegd, ik als paus, ik zeg zo is het, iedereen moet het aannemen, dat zo is. En anders zet je anathema zit, zet je in de ban. Hè. Dan hadden die protestanten dat niet aangenomen, want die geloven niet in onfeilbaarheid. En die Oosters hadden het ook niet aangenomen enzovoort. Dus Vaticaan II heeft besloten van vriendschap te sluiten met ketters en schismatieken. En om die vriendschap niet te fnuiken of te kwetsen... Heeft hij zijn onfeilbaarheid niet willen gebruiken, want dat zou inderdaad de ketters en de schismatieken kwaad gemaakt hebben. Daar is hij weer met zijn onfeilbaarheid. Hè? Daar is hij weer. Dus die nemen dat niet aan. Dat zijn dus ketters en schismatieken. Hè? En hij heeft het dus niet willen gebruiken om aan hen te behagen. Om met hen in goede verhoudingen te blijven. Dat is het valse ecumenisme. Dat is veroordeeld door de kerk, hè. Door onder andere Pius de elfde is dat verbeterd. Door Mortalium Animos, een encycliek is dat. Encycliek Mortalium Animos van Pius de elfde is dat veroordeeld. Van een ecumenisme te doen, dat wil zeggen dus één kerk te vormen zonder de ketters en schismatieken te bekeren. Ja, dat maakt de katholieken dan kapot. Dat maakt katholicisme kapot. Als je twee tegenstellen bij elkaar voert, ja, dan maak je de waarheid kapot uiteindelijk. Wel, dus die onfeilbaarheid heeft hij niet willen gebruiken. Tweede onfeilbaarheid was er ook niet in Vaticaan II. Namelijk de tweede actieve onfeilbaarheid, namelijk de eenheid van alle bisschoppen en met het verleden. Eens met het verleden? Nee. Er was een breuk met het verleden. Dat gaat ook monseigneur Ratzinger zeggen. Hij zegt, gaudium et spes... is een contrasyllabus. Contrasyllabus is een tegenstrijd met de syllabus. En Gaudium et Spes is een van de grote teksten van Vaticaan II. De syllabus wordt beschouwd als onfeilbaar. De syllabus van Pius de negende. Dus hij is... tegenstrijdig met een onfeilbare doctrine van vroeger. Namelijk dat Christus koning is en dat de andere godsdiensten dus slecht zijn en dat iedereen zich moet bekeren tot Christus koning en dat dat de slechte godsdiensten geen rechten hebben enzovoort. Het gaat over het koningschap van Christus. Wel, dus ze hebben gebroken met het verleden. Door drie ketterijen te verkondigen. Hè? Hebben ze gebroken met het verleden. Dus er is geen overeenstemming met het verleden. Ze zijn niet in eens met het verleden. En ook waren alle bisschoppen onder elkaar ook het niet eens. Want onder het concilie waren er 250 bisschoppen die tegen dat modernisme waren. Maar die hebben zich nadien erbij neergelegd. Die hebben niet meer gereageerd. Er zijn nog een aantal die niet getekend hebben, maar toch hebben ze gezwegen... Ze zijn niet meer in oppositie geweest, behalve twee, zoals ik zei, Monseigneur Casse de Maillère en Monseigneur Lefebvre. Dus die tweede onfeilbaarheid was er ook niet bij Vaticaan II.
De derde onfeilbaarheid dus ook niet. Want die betekent dat men hetzelfde gelooft wat er altijd geloofd is geweest. Ja, als het een breuk is met het verleden, dan is het ook weer iets anders dat men gaat geloven. Dus daarmee weten we dat we goed zitten als wij Vaticaan II dus niet aanvaarden. We hebben bewezen dat daar ketterijen in zitten. En we moeten geen zorgen maken over het feit dat Vaticaan II zou onfeilbaar zijn. Dat is dus niet. Want er is dus geen onfeilbaarheid in Vaticaan II, omdat ze, zoals ik gezegd heb, ze niet die onfeilbaarheid hebben willen gebruiken. Waarin zijn de waarheden bevat die de hele kerk ons voorhoudt te geloven? Waar is dan die onfeilbare leer van de kerk te vinden? Wel, die zijn vervat in twee bronnen van het geloof, de Heilige Schrift en de traditie. Ik heb het woord gevonden, dat ik straks dus kwijt was. Conceptie in het Nederlands heet verwekking. Dus bij de verwekking krijgt de mens, dat was het woord waar ik zocht, bij de verwekking wordt de ziel ingestort en het lichaam komt van Adam en Eva. Excuseer, dat is tussen haakjes. Ik ga even dus verder nu. Dus er zijn twee bronnen van openbaring. De Heilige Schrift en de traditie. De Heilige Schrift wordt ook Bijbel genoemd. En de traditie wordt ook overlevering genoemd. Hè. Wij spreken liever van Heilige Schrift, omdat Bijbel eerder door protestanten gebruikt wordt. Maar je moet Bijbel gebruiken. Maar wij gebruiken vooral de Heilige Schrift en de protestanten spreken van de Bijbel vooral. Wel, de Heilige Schrift en de traditie, de Heilige Schrift is de geschreven woord van God. En de traditie of overlevering is het gesproken woord van God. Dus dat mondeling dus wordt doorgegeven. Jezus mondeling aan de apostelen, de apostelen mondeling, totdat de kerkvaders het gaan optekenen. Maar het is dus niet rechtstreeks door God geschreven geweest. Dus twee bronnen. Twee bronnen van de openbaring. De Heilige Schrift en de traditie. De traditie met een grote T, hè? Want je hebt ook traditie met een kleine T, menselijke tradities. Bijvoorbeeld dat er bij het Dominum Sundinius drie keer gebeld wordt. Drie keer ene slag in Frankrijk. In de Germaanse landen wordt er meestal ene slag, dan twee slagen en dan drie slagen met de bel geslagen, dus gebeld. Dat zijn menselijke tradities. Hè. Dat dat hier zo gebeurt, is een traditie of een gewoonte die ontwikkeld is. Daar gaat het dus niet om. Het gaat over traditie met een grote T die van God komt. Wat verstaat men dan door de Heilige Schrift? Dat zijn de boeken van het Oude en het Nieuwe Testament. Dus je hebt de Heilige Schrift bestaat uit twee delen. Oude en Nieuwe Testament. Oude Testament, dat zijn boeken geschreven voor de komst van Jezus. En het Nieuwe Testament is geschreven na de komst van Jezus. Die geschreven zijn onder ingeving van de Heilige Geest. De Heilige Schrift is dus het geschreven woord van God. Wel, hoe dat de Heilige Geest gewerkt heeft met die gewijde schrijvers, heet dat dan? Heet het die dan? Dat is ongeveer hetzelfde zoals ik gezegd heb bij de onfeilbaarheid van de paus. Dus hun verstand wordt zodanig verlicht dat ze duidelijk zien wat ze moeten schrijven. Bijvoorbeeld Mozes, die heeft de schepping gezien. Want Mozes heeft de vijf eerste boeken geschreven van de Heilige Schrift. De Genesis, de Exodus, Deuteronomium, Leviticum en de Numeri. Dus de vijf eerste boeken zijn door hem geschreven geweest. Maar Mozes die is naar Abraham gekomen. En Abraham is gekomen meer dan 2000 jaar naar Adam. Dus 2500 jaar, ik zeg zomaar iets, naar Adam. Komt Mozes en die gaat dan schrijven over de schepping. Over iets wat dan duizenden jaren voordien gebeurd is. Wel heeft dat gezien heel duidelijk, klaar in visioen. Heeft daar een duidelijk inzicht van gehad. En hij heeft ook de moeilijkheden gehad om het uit te drukken enzovoort. En het neer te schrijven en zoals het hoort. Hij was ook een geleerde man, hij kon schrijven. Want hij was dus opgeleid aan het hof van de farao. Hij was opgeleid en opgevoed als een Egyptische prins.
Want hij was gevonden door de prinses, de dochter van de farao, in het riet, in een rieten mandje. En hij is door de dochter van de farao opgevoed, dus Mozes kon schrijven. Dus Mozes heeft dus de Heilige Schrift dan geschreven, want de meeste Israëlieten waren Bedouinen, hè, dus die waren niet zo hoog ontwikkeld. Het was een eenvoudig volk. Maar Mozes was hoog opgeleid. Wel, zo is de Heilige Schrift dus geschreven geweest door een buitengewone genade. En daarom is het het geschreven woord van God. Je kunt zeggen dat God de gewijde schrijvers heeft gebruikt als een instrument. Zoals ik bijvoorbeeld een pen neem, een bik, een potlood om iets te schrijven. Dan is het potlood het instrument. Dus ik ben de hoofdauteur. En de pen of de bik of de potlood is dan het instrument. En natuurlijk is het instrument dat papier raakt en de tekst schrijft. Maar het ben ik die schrijft. Ziet je? Dus het instrument wordt gemanipuleerd door de... wordt gehanteerd door de hoofdauteur. En wel, zo is het ook God. God heeft de Heilige Schrift geschreven, ook al heeft hij zelf niet die tekst geschreven, God. Maar hij heeft zodanig het verstand verlicht en de wil versterkt en ook geholpen en omstandigheden zodanig geregeld, dat dat juist geschreven wordt wat hij wou, God, dat er geschreven werd. En niets anders. Dus dat neemt niet weg dat iedere gewijde schrijvers, maar er zijn er verschillende. Je hebt Mozes, maar je hebt ook de profeten. Je hebt Samuel die geschreven heeft. Je hebt het boek Daniel, het boek Isaías, Jeremias. Je hebt de profeten die geschreven hebben. Je hebt Salomon die veel boeken geschreven heeft. Je hebt David die de psalmen geschreven heeft. Enzovoort. En in het Nieuwe Testament heb je dus, zoals je weet, de vier evangelisten. Je hebt dan nog Lucas, die heeft ook nog de handelingen van de apostelen geschreven. En dan heb je de brieven van de apostelen met de laatste boek van Johannes, de apostel, de openbaring of de apocalyps. Dus er zijn verschillende gewijde schrijvers geweest. Dus iedereen heeft zijn eigen stijl en manier van doen en zijn manier van uitspreken. Maar iedereen heeft exact geschreven wat God wou dat er geschreven wordt. Dus wat de inhoud betreft. De vorm hangt dus van de persoon, maar de inhoud, dat is echt wat God wou. En daarom is het geschreven woord van God. Is het raadzaam de Heilige Schrift te lezen? Ja, dus je bent niet verplicht om de Heilige Schrift te lezen. Je bent verplicht om je catechismus te lezen, om het traditie te kennen. Maar niet de Heilige Schrift, die zegt niet verplicht. Maar het is zeer raadzaam, het wordt aanbevolen, het is zeer nuttig. Vooral het evangelie, want dat gaat over het leven van Jezus. Hoe kun je Jezus navolgen? Want we moeten Jezus navolgen, en de navolging van Christus. Hoe kun je Jezus navolgen als je niet eens weet hoe hij geleefd, hoe hij zich gedragen heeft? En dat vind je dus in de evangeliën en in alle uitleggen van de evangeliën. Dus vooral het evangelie te lezen. Maar het is verboden op straf van doodzonde, want alles wat het geloof in gevaar brengt, is doodzonde, want geloof is de wortel van je hele godsdienst. Het is verboden niet goedgekeurde bijbels te gebruiken. Niet goedgekeurd. Want er zijn verschillende bijbels in omloop, die niet goedgekeurd zijn door de katholieke kerk natuurlijk. Hè? Dus dat ze goedgekeurd zijn door de conciliaire secte, dat telt niet. Dat zijn ketters en schismatieken. Want spijtig genoeg, na het Concilie Vaticaan II, hebben die ketterse pausen en die afvallige pausen zelfs besloten om bijbels samen te stellen, samen met de ketters en de schismatieken. Dat noemen ze dan de ecumenische bijbels. Dus je hebt de bijbel van Jeruzalem, je hebt de ecumenische bijbels, je hebt de bijbel van het volk, je hebt allerlei soorten bijbels. Die zijn zogezegd katholiek. Je hebt de nieuwe Wilde Brothers vertaling. En wel, die zijn allemaal vervalsingen. Dus die mag men niet gebruiken. Men heeft geen toestemming om een verkeerde Bijbel in huis te hebben. Bovendien, als er een toestemming van de kerk aan verbonden is, van voor het concilie, ofwel door een bischop of een priester die het nakeken heeft van na het concilie, maar die dan traditioneel is, hè, die behoort tot de ware kerk. Normaal moeten de bisschoppen die toestemming geven. Dus de bisschoppen hebben de plicht om een bureau van censuur op te richten. Hè? Tenminste, als ze diocesaan bisschop zijn.
Het is een beetje gecompliceerd, ik ga daarover spreken als ik het over de kerk heb. Er zijn eigenlijk geen diocesane bisschoppen meer, omdat er geen paus is. Maar omdat de kerk dus, excuseer, geen defect kan hebben, dan door het principe van devolutie komt een functie die verloren gaat toch terecht bij de eerstvolgende in hiërarchie die wel goed functioneert, of dat die functie niet definitief zou verloren gaan. Bijvoorbeeld het recht van conclaaf, of al de functies van een ordinarius. Wel, dat recht en die plicht in de kerk bestaat, dat vermoeden dat de kerk heeft, dat kan niet verloren gaan. Dus dat gaat door devolutie, dat is een term die komt van kardinaal Biot, hè, de grote theoloog. Door devolutie komt dat neer op de eerstvolgende in de hiërarchie. Dus dat de kerk blijft bestaan en functioneren. Hoe klein ze ook is, maar ze blijven bestaan en functioneren. Wel, die moeten dus dan goedkeuren. En wel, je zult bemerken dat een Bijbel, een heilige schrift die de goedkeuring draagt, dus staat dan imprimatur, dat wil zeggen mag gedrukt worden, imprimi potest, evulgetur, of er staat een voorwoord van een bisschop, dat is ook voldoende om toestemming te zijn. Dus, ofwel staat er een voorwoord in van een bisschop, ofwel een duidelijk imprimatur, imprimi potest, dus het mag gedrukt worden, het mag verspreid worden, evulgetur, editipotest, het mag uitgegeven worden. Er zijn allerlei formules die kunnen bestaan, maar er moet een goedkeuring in staan. En wil je al bemerken dat die heilige schriften allemaal notas hebben, uitleg. Dus een goede katholieke heilige schrift heeft uitleg. Als je al een heilige schrift is zonder notas, dan is je al niet katholiek. Dan kun je het al zien. Maar er zijn heilige schriften die echt gratis worden verspreid. Hè? De Gideon-groep. Dat zijn protestanten, die hebben daar miljoenen dollars aan uitgegeven om gratis overal miljoenen bijbels overal te verspreiden. Totdat je ze zelfs vindt in hotels liggen overal, over de ganse wereld. Heilige, maar dat zijn protestantse bijbels die we niet mogen gebruiken en niet mogen gelezen worden. Want wij mogen ons geloof niet in gevaar brengen. Er staan verkeerde dingen in. Verkeerde vertalingen, het zijn valse vertalingen. Wij mogen het geloof niet in gevaar brengen. Goed. Dus als u dat in huis hebt, bijbels, dus van na het concilie, die niet door het traditie zijn goedgekeurd, die moeten weg. Hè. Doet alle boeken weg die met geloof in tegenspraak zijn, want dat is dat behoort bij het eerste gebod, hè, bovenal beminnen God. Dat betekent ook dat je niet mocht zondigen tegen het geloof. En je geloof niet in gevaar mocht brengen. Dus alle boeken die het geloof aanvallen, die mag u niet in huis hebben. Die mag je niet in huis hebben, dat is verboden. Dat behoort bij het eerste gebod van God. Dus doe dat weg, want anders zondigt u. En dat kan, in zich is het een zware zonde. Als je het niet wist, dan wist je het niet, maar nu weet je het wel. Dus ik ben verplicht om u op de hoogte te stellen. Jezus zegt, ga en onderwijs. Leer ze onderhouden de geboden. Dus ik moet het u zeggen. En nu dat u van mij gehoord hebt, dan kunt u niet meer zeggen, ik wist het niet. Dus alle boeken die geen goedkeuring hebben van de kerk... En vooral de Heilige Schrift, maar dat behoort bij alle boeken die het geloof aanvallen in gevaar brengen. Die mogen niet gebruikt worden. Dus het is dus raadzaam om de Heilige Schrift te lezen. Zeer goed. Hè? Maar het is nog beter. Maar het is vooral het Evangelie. En het moet dan een katholieke Heilige Schrift zijn. En anders mag het niet. Wat verstaat men dan door de overlevering of traditie? Dat is die andere bron van openbaring, van God. Hoe dat God tot de mensen spreekt. Dus God openbaart dingen die wij uit onszelf niet kunnen weten. De filosofen hebben veel te weten gekomen. Ze hebben te weten gekomen dat God bestaat, dat God geest is, dat God oneindig is. Want ze hebben de schepping gezien. Al wat er bestaat, dat is buitengewoon intelligent in elkaar gestoken. Dat is quasi oneindig, de macrocosmos, de microcosmos. Dus dat moet wel een almacht zijn, een buitengewone intelligentie. Dat moet dus een geest zijn, want wat oneindig is, kan niet materieel zijn. En die God is niet materieel, dat is een geest. En ze komen veel van God te weten, maar er zijn sommige dingen die ze niet te weten kunnen komen. Bijvoorbeeld eigenlijk drievuldigheid. Dat kan men filosofen niet te weten komen. Tenminste niet met zekerheid. Plato had daar een intuïtie van, maar heeft nooit als een zekerheid. Plato is de enige filosoof die een intuïtie had van de drievuldigheid. Hij zei, die intelligente act in God,
God is oneindig, die acte van intelligentie, God is een geest, die is zo oneindig dat die in Gods wil iets moet plaatsen. En inderdaad, de plaats is dat wat zeggen het woord. En hij zegt, die liefde in God, die is oneindig, die moet oneindig zijn, die is zo oneindig, die in God iets moet plaatsen, iets moet teweegbrengen. En inderdaad, die brengt iets teweeg, dat is de Heilige Geest. Dus Plato had daar een intuïtie van, maar geen zekerheid. En hij kon het ook niet bewijzen, dus uiteindelijk. Maar bijvoorbeeld, dus de intimiteit van God, eigenlijk de wildigheid, hoe dat juist in elkaar zit, dat kunnen we niet weten. Dat is te veel boven ons verheven. Hè. Ja, God is een hoger wezen, eindeloos boven ons verheven. En alle wezens die hoger zijn, die kunnen door de onderliggende wezens niet volkomen begrepen worden. Bijvoorbeeld een dier verstaat ons niet volkomen. Een hond verstaat ons niet volkomen. Hij verstaat ons gedeeltelijk. Een hond verstaat ons voor zover wij met die hond overeenkomen. Namelijk dat wij ook een dierlijk lichaam hebben. Hij gaat van ons verstaan wat hij ook heeft. Bijvoorbeeld als wij beginnen zo te lopen, dan gaat hij wilt met ons spelen en dan loopt die hond achter ons. Dan zegt hij, ah, dat verstaat hij, wilt lopen. En we gooien dan een stok en hij loopt erachter. Dus spelen met het lichaam zo, met zintuiglijke dingen, dat begrijpt hij. Maar begint daar een cursus te geven van filosofie, van wiskunde en de geschiedenis van de kerk uit te leggen en van de... En bijvoorbeeld het kerkelijk recht uit te leggen of zo, of je gaat fysica, je gaat computer, programmering uitleggen aan een hond. Wel, hij gaat naar zitten kijken met zo van, wat vertelt hij nou? Wanneer gaat hij me aaien? Wanneer gaan we spelen? Dus hij begrijpt er niks van. Want dat is dan iets wat hij niet heeft, een geest. Hij heeft geen geest, en dat heeft hij niet. Dus, dat is, dus hij begrijpt... Alleen maar van ons wat met hem overeenkomt. En wel, zo is het met ons tegenover God ook zo gesteld. God is boven ons verheven eindeloos meer dan wij boven een hond verheven zijn. Dus die hond begrijpt ons gedeeltelijk, omdat wij ook een dierlijk lichaam hebben, maar voor de rest begrijpt hij ons niet, voor zover we een geest hebben. En wel, wij begrijpen God voor zover hij met ons overeenkomt. Dat betekent, wij zijn geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. Dus wij begrijpen wel wat een geest is, want wij hebben een geest, wij zijn een geest, we hebben een ziel. We hebben verstand, geheugen en wil. En we weten, ja, God heeft verstand, geheugen en wil. Maar verder gaat het dan ook weer niet. Hè? Dus om te weten dat die acte van intelligentie die een persoon stelt in God en die acte van uitgesproken liefde in God een persoon stelt en dat die drie personen dan één God zijn, één wezen, dat gaat onze pet te boven. Dat gaat, Dus een heilige zei, God, wat zou u klein zijn, moesten wij u volkomen begrijpen. Ziet je, daar gaat het hem eigenlijk om. Dus het is normaal dat God zich openbaart. Niet alleen voor de intimiteit van God die we niet kunnen kennen, de heilige wildigheid, maar ook voor de vrije wilsdaden van God. Men kan niets weten wat iemand vrij gaat beslissen. En er zijn dingen die God vrij beslist heeft. Hij heeft vrij beslist dat de mens bestemd is voor de hemel. Want hij had de mens kunnen bestemmen alleen maar voor het aardsparadijs. Voor een menselijke ontplooiing van zijn menselijke natuur. Waar hij dus een menselijke beschaving zou kunnen ontwikkelen en daar gelukkig zou kunnen in zijn. In een aardsparadijs waar hij een ganse buitengewone beschaving kan ontwikkelen. Dan zouden we al voor gelukkig kunnen zijn. Hè? In een, waar nooit geen ziekte is, geen dood, het werken is niet moeilijk enzovoort. Er zijn geen moeilijkheden, er zijn geen kruisen. Dus het aardsparadijs voor eeuwig, waarom niet? Dus, maar God vond dat te weinig, hè? Want zijn liefde is oneindig. Hij heeft besloten van ons te beminnen tot in het oneindige. Dus hij heeft ons een oneindig geschenk willen geven en dat is zichzelf. Hij heeft ons deel willen laten nemen aan zichzelf, aan zijn eigen goddelijk leven. Door de hemel voor ons te openen, waar hij zelf dus toegang te geven tot zijn heilige drievuldigheid. Dat wij God zien zoals God zichzelf ziet. Dus een deelname nemen aan Gods verstand, door de zalige godsaanschouwing. En God bezitten en God gaan genieten. Dus fruitio van God, dus dat is de hemel. Dat is een vrije beslissing van God. Die we niet kunnen vinden, wetenschappelijk, een vrije beslissing. Bijvoorbeeld als een verloofde besluit van
30 rozen aan zijn gelieven te geven. Ja, dat kun je niet wetenschappelijk berekenen dat hij dat gaat doen. Dat is een vrije. Hij had even goed iets anders kunnen geven, of niks kunnen doen, of nog iets beter kunnen doen. Dat weten we niet. Dat denkt van die vrije wil van die mens af. Wel, dus dat kunnen we dus niet weten, en dat moet dus God ook openbaren. Dat hij na de zonde van Adam en Eva, dat hij besloten heeft van te redden. Dat is ook openbaard geweest. Dat is openbaring aan Adam en Eva. Hè. Dus ik zal vijandschap stellen tussen u en de vrouw, tussen haar en uw nakomelingschap, en zij zal de kop verpletteren. Dat heeft hij geopenbaard, maar dat konden we niet weten, dat hij een verlosser zou zenden. Maria en Jezus. En dat God zelf mens zou worden. Dat is een beslissing die hij genomen heeft. Dat kunnen we niet weten. Dat moet geopenbaard worden. Ziet je? Dus daarom is die openbaring nodig. Wel, door de overlevering of traditie, dus die andere bron van openbaring, verstaat men het onfeilbare, hè, want het komt van God. God is dus waarheid, dus is onfeilbaar. Het onfeilbare voor te leren door het kerkelijk gezag, dus God delegeert weer uit goedheid, hè, door de kerk, maar dan de ware kerk. Hè. Door het kerkelijk gezag, dus door het gezag niet, door de hoogste kerkelijke leden, dus namelijk de onderwijzende kerk, dat zijn de bisschoppen en de pausen, door het kerkelijk gezag, van geopenbaarde waarheden, van dus die waarheden die van God komen, door God openbaard, die in de Heilige Schrift niet geschreven staan, maar door de apostelen mondeling werden gepredikt. Dus de Heilige Schrift is schriftelijk en traditie is mondeling, dat is het verschil. Maar nadien werd dat natuurlijk wel opgetekend door de kerkvaders. Dus die mondelinge overlevering. Maar dus werd mondeling door de apostelen gepredikt. En zij hadden het gehoord van Jezus, natuurlijk. Dat de traditie, want dat wordt door de protestanten genegeerd, ontkend, bestaat, dat staat zelfs in de Heilige Schrift. Want in de Heilige Schrift zegt Johannes op het einde van zijn evangelie, moesten we alles optekenen wat Jezus gezegd en gedaan heeft, dan zou de bibliotheek, dus dan zou de ganse wereld niet volstaan om al de boeken te bevatten. Dat is enorm. Dus Johannes zegt dat er veel meer Jezus, veel meer gezegd en gedaan heeft dat in de Heilige Schrift staat. Bovendien zegt Sint Paulus in een van zijn brieven, ik hoop u te ontmoeten, hè, en dan als ik u ontmoet, zal ik u nog met u over andere dingen spreken. Wel, waar hij dan nog juist over gesproken heeft, is nergens gepubliceerd. Dus hij zegt zelf in de Heilige Schrift dat hij iets gaat zeggen en er wordt niet gezegd wat hij gezegd heeft. Er staat ook op het einde van Jezus, dus op het einde van Jezus leven, dat op aarde, dat Jezus tussen de verrijzenis en de hemelvaart, hij tot de apostelen sprak en zijn leerlingen over het Rijk van God. Dus over de Kerk van God, dat is de kerk. Het Rijk van God op aarde, de kerk. Hij sprak daarover. En meer staat er in de Heilige Schrift niet geschreven. Er staat niet in wat hij juist met die apostelen besproken heeft. Maar het Concilie van Trent, de catechismus, zegt dat hij onder andere gesproken heeft toen over de materie van het vormsel, dat olijfolie moest zijn. Dus hij heeft dan concreet gesproken over de organisatie van de katholieke kerk. Tussen zijn verrijzenis en zijn hemelvaart, dat is 40 dagen, onderhield hij hen over hoe dat ze het juist allemaal moesten doen. Die sacramenten toedienen en zo. De sacramentliturgie moesten doen. Hè. En nog andere uitleg gegeven over de leer. Dus de traditie die bestaat, en dat staat zelfs in de Heilige Schrift, dus je kunt de protestanten daarmee vast dus redeneren. Je kunt ze dus om de tafel praten, bij wijze van spreken. Dus zij zeggen de traditie bestaat niet, maar in hun Heilige Schrift staat er ook dat Jezus allerlei dingen gezegd heeft die niet in de Heilige Schrift niet staan. Het Concilie van Trente zegt zelfs dat de traditie belangrijker is dan de Heilige Schrift. Je hebt me goed gehoord. Er zijn twee bronnen van openbaring, de Heilige Schrift en de traditie. Van die twee bronnen is de traditie belangrijker dan de Heilige Schrift. En dat tegenvat ik aan twee, dat altijd over de Bijbel hier, de Bijbel daar spreekt, om maar de protestanten
natuurlijk naar de mond te praten. Want die geloven alleen maar in de Bijbel, die geloven niet in de traditie. Maar het Concilie van Trent heeft gezegd dat de traditie om vier redenen belangrijker is. De traditie is volkomen, ah ja, dat staat hier. Hè. De traditie is meer volkomen. Hè. Is meer er staat meer in. Hè. Noem enkele geopenbaarde waarheden die in de Heilige Schrift niet geschreven staan. Wel, dat er maar vier evangeliën zijn, dat de Heilige Maagd Maria onbevlekt ontvangen is en ten hemel is opgenomen, en dat er maar zeven sacramenten zijn, dat staat niet in de Heilige Schrift duidelijk weergegeven. Dus de traditie is dus vollediger dan de Heilige Schrift. De traditie zegt ook wat de Heilige Schrift is. De traditie zegt dus dat die boeken tot de Heilige Schrift behoren en die andere niet. Bijvoorbeeld het Evangelie van Thomas behoort niet tot de Heilige Schrift. Dat is een apocrief boek. Behoort niet tot de Heilige Schrift. En er zijn allerlei geschriften geweest. En de kerk heeft hier dus alleen maar die boeken gecanoniseerd die tot de Heilige Schrift behoren. Hè? En kan, dus die gekend zijn in de katholieke Heilige Schrift. En niet andere. En wel de traditie bepaalt dat. Het gezag in de kerkelijke gezag heeft dat bepaald. De conciliërs, de onfeilbare conciliërs hebben dat bepaald. De apostelen hebben dat bepaald. De kerkvaders hebben dat bepaald. Hè? Vervolgens legt de traditie de Heilige Schrift uit, want de Heilige Schrift is soms dubbelzinnig. Bijvoorbeeld, de Heilige Schrift zegt dus bijvoorbeeld dat Abraham heeft twee vrouwen gehad. Hij heeft een kind gehad van een slavin en een kind van zijn eigen vrouw. En van de slavin komt Ismaël en van zijn eigen vrouw komt Isaac. En van Islam komt Mohammed voort en van Isaac komt Jezus Christus voort. Dus Mohammed komt voort van de slavin van Abraham. En Jezus komt voort van de vrouw van Sarah, van de vrouw van Abraham. En wel, dan zou ik kunnen zeggen, ja, als Abraham zo'n heilig man twee vrouwen mag hebben, waarom zou ik dan geen twee vrouwen mogen hebben? Huh? En wel, dat komt, dus je ziet dat de Heilige Schrift heeft uitleg nodig. Ja, in het Oude Testament werden sommige dingen toegestaan die nu niet meer worden toegestaan. Jezus gaat het duidelijk zeggen. Bijvoorbeeld, Jacob heeft zelfs vier vrouwen gehad. En daar heeft hij dus twaalf zonen van gehad, waar de twaalf stammen van Israël uit voortkomen. Wel, dus er zijn, wie is het, Esther, je hebt personages... die blijkbaar bijvoorbeeld Jacob, ja, ik ga weer Jacob nemen, die zou gelogen hebben tegen zijn vader. Hij zegt, ja, ik ben Esau. Dus de kerk legt dat uit. De kerk legt uit, ja, hij zegt, ik ben Esau in die zin dat Esau zijn eerstgeboorterecht aan hem verkocht heeft. Dus hij is de eerstgeborene, dat wil hij zeggen. Ik ben nu een eerstgeborene. In die zin heeft hij wil zeggen. Ik ben Esau. Dat wil zeggen, ik heb het eerst geboren van Esau. Ik heb recht op die zegening die je aan Esau wilt geven, die moet ik krijgen. Want ik heb het gekocht, ik heb het gekregen. In die zin ben ik Esau. Hè? En ik moet dat krijgen. Ik ben uw eerst ik heb het recht van de eerstgeborene. Ik ben uw eerstgeborene niet van nature, niet de facto, maar de jure. Zo zeggen. Dus zo kun je dat uitleggen. Je ziet een uitleg bij nodig dat Jacob niet helemaal gelogen heeft. Want hij had recht op die zegening. Want hij had het dus gekregen van Esau, die dus het niet meer, er geen recht meer op had. Enzovoort. En dan, de traditie is ouder. Want de traditie was er reeds vanaf het begin van de kerk, het jaar 33. De kerk was volmaakt met Pinksteren. Wel, de ganse prediking was daar reeds. De kerk was volledig in expansie op dat moment. Maar de Heilige Schrift is pas afgewerkt in het jaar 94. De traditie was af. De traditie is ouder. De traditie is volkomener.
De traditie zegt wat de Heilige Schrift is en de traditie interpreteert de Heilige Schrift. Heel belangrijk. Daarom mocht je ook, zoals ik zei, geen Heilige Schrift gebruiken waar geen notas bij staan, geen uitleg van de traditie. Want je ziet in de Heilige Schrift zelf dat de duivel Jezus verleidt met de Heilige Schrift. Met de Heilige Schriftteksten. De bekoring van Jezus door een duivel in de woestijn. Hij gaat de Heilige Schrift, dat betekent dat de Heilige Schrift kan misbruikt worden, kan verkeerd begrepen worden. Wat is een mysterie of geloofsgeheim? Dat is een waarheid die we door ons natuurlijk verstand niet kunnen achterhalen. Bijvoorbeeld de drievuldigheid, de menswording. Hoe is het mogelijk dat een oneindige, volmaakte God mens wordt? Een klein kindje in een schoot van een jong meisje, een embryo, en daarna een klein kindje, een babytje, dat door mensen moet verzorgd worden en daarna gaat hij opgroeien, 30 jaar in de verborgenheid. Daarna gaat hij 3 jaar openbaar leven, maar hij gaat tegensproken worden. Uiteindelijk gaat hij de marteldood sterven van een misdadige slaaf. Hoe is dat mogelijk, dat een God zoiets doet? We begrijpen dat uit een oneindige barmhartigheid en goedheid om ons te verlossen, maar toch blijft er iets mysterieus achter. Dus dat is iets dat toch wel... Dat is dus een waarheid van het geloof, die we door ons natuurlijk verstand niet vanzelf kunnen achterhalen, en die zelfs na Gods openbaring niet volledig kunnen begrijpen. Bijvoorbeeld de drievuldigheid. Waarin zijn de voornaamste geloofswaarheden samengevat? Wel in het symbolum des geloofs, of het 12 artikelen van het geloof. Dat is dus de samenvatting door de apostelen gegeven. Daarom noemt men dat het symbolum van de apostelen. Ik heb hier een vraag gezien staan. Als een paus iets ex cathedra verklaart, bijvoorbeeld het dogma van Maria met zijn lichaam te nemen opgenomen, is dan zoiets onfeilbaar en moet... Ah ja, tuurlijk. Want dan is het God die spreekt. Dus als een paus voldoet aan die 4 voorwaarden, dan is God die spreekt. Dus, en dan is het, dat noemt men een dogma. Dus dat is God spreekt, dus is waar. Ik ga niet meer tegensproken worden. Dus als je dat tegenspreekt, dan zijt je zondigt je. En als je dat niet aanvaardt, zijt je ketter, ligt je buiten de kerk. Als je dogma, 1 dogma, ligt je buiten de kerk. Dus anathema zit. En zijn in de ban, in de vloek. En zijn weg. Als je het niet aanvaardt, zijt je buiten de kerk. Zijt je ketter. Ja, absoluut. Zeker en vast. Ja. Een ex cathedra uitspraak komt echt van God door het instrument van de paus. Dus dat komt dus niet van de paus. De paus kan dat niet uitvinden, dus hij heeft dus de bijstand van de Heilige Geest. En op deze kerk zal ik, zegt Jezus God, ik, God, zal mijn kerk bouwen. Op deze rots, en dat is de rots, dat is de... Op het moment dat Jezus zegt, dat Petrus zegt, dat Simon Barjona zegt, jij bent de zoon van de levende God. Dan zegt Jezus, dat heb je niet van jezelf, dat komt van God. En op dit geloof, dat dus van God komt, zal ik mijn kerk bouwen. En ik zeg dat Petrus. Omdat Simon Barjona een genade krijgt van God, om iets te weten dat alleen van God kan komen. Voilà. Hij zegt, dat komt niet van God dat. Dat komt niet van u, dat komt van God. Dat komt niet van u. Dat heeft God mijn vader u geopenbaard. En op deze rots, namelijk dat jij die capaciteit hebt om wat van God is dus te geloven en door te geven, zal ik mijn kerk bouwen. Op deze rots. En de poorten der hel zullen aan niet overwelgen. De kerk die erop gebouwd is. Dus de kerk is gebouwd op die waarheden die onfeilbaar zijn. Maar Petrus als mens, die kan dus fouten begaan. Hij kan zelfs ketter worden. Hè? Maar dan gebruikt hij die 4 voorwaarden niet. Hè? Zoals ik u juist gezegd heb. Dan stapt hij buiten die 4 voorwaarden. Hè? Of 1 van die 4 of meerdere van die 4. En dan is hij inderdaad niet onfeilbaar. Ja. Zoals u zegt, hebben we de Heilige Schrift en de traditie, inderdaad. Kan u in plaats van de traditie ook de mondeling overleveren? Ah, ja, maar dat is hetzelfde. Hè? Traditie en mondelinge overleveringen zijn twee synoniemen. Zijn synoniemen. Dat staat hier nummer 13. Hier staat de waarheden die de Heilige Kerk ons voorhoudt te geloven, zijn bevat in de Heilige Schrift of de Bijbel.
Dat zijn twee synoniemen. En in de overlevering of traditie, dat zijn ook twee synoniemen. Dus traditie is mondelinge overlevering. Mondelinge overlevering is traditie. Ja, ja, absoluut. Het is omdat er hier niet bij staat, mondelinge overlevering, waarschijnlijk daarom. Ja, want de overlevering is altijd mondeling. Dat is wat ik gezegd heb. De traditie is door de apostel mondeling werd gepredikt. Dus is mondeling. De traditie is ook mondeling. De overlevering is mondeling en de traditie is ook mondeling. De definitie is een mondeling. Dat staat in de definitie van traditie dat ze mondeling is. Dat is nummer 16. Dus, ja, inderdaad. Dus, ja. Maar dus de laatste jaren spreekt men altijd maar van traditie en niet meer van overlevering. Maar in mijn tijd sprak men van overlevering, als over traditie, dat was twee keer hetzelfde. Maar men spreekt niet meer, men gebruikt het woord overlevering niet. Waarom niet? Doordat Mons de Vijver is een Fransman, en c'est la tradition, en dan zeggen we traditie, en we hebben ons Nederlands woord vergeten. Er bestaat een Nederlands woord voor, overlevering. En dat is dan in onbruik geraakt. Ja. Door de Franse invloed gebruiken wij dan een Franse... Er zijn in het Nederlands, vooral in het Vlaams, woorden die zowel... dus uit het Frans komen als eigenlijk typisch Nederlands zijn. En ja, we hebben dan... Dat is door de Franse invloed. Bijvoorbeeld een bestuurder van een wagen, een chauffeur, dat komt van het Frans. Je kunt even goed zeggen bestuurder. Je kunt zeggen auto, of je kunt zeggen wagen. Auto, auto, dat komt van het Frans, dat komt van het Grieks. En wagen is typisch Nederlands. Je kunt zeggen camion, dat komt van het Frans. En je kunt zeggen vrachtwagen. Dus wij hebben eigenlijk een dubbele woordenschat. Hè? Veel, voor een groot stuk een dubbele woordenschat. Een woordenschat die eigenlijk van het Frans komt. En een woordenschat die typisch eigenlijk meer Vlaams is dan Nederlands. En wel dezelfde hier. Dus, typisch is overlevering, dat is typisch Vlaams, Nederlands, de overlevering. Maar dat is in onbruik geraakt door de Franse invloed. We spreken dan nog maar van traditie, van hier, traditie, vandaar. Ja, dat mag, hè? Dus juist, het is correct. Maar dat betekent niet dat wij moeten vergeten wat dat overlevering ook een woord dat bestaat. Hier is nog een vraag. Er wordt door moderne, zogezegde bijbel-exegeten en door de postconciliaire secte geleerd dat Johannes de evangelist niet dezelfde zou zijn als Johannes, degene die de apocalypse of de openbaring geschreven heeft, omdat er een andere stijl zou gebruikt zijn, of andere woordenschat en zo verder. Kun je daar echt aan... Ja, dus dat is dus de subjectief, de inwendige exegese. Nou, die gaan dus kijken naar de stijl. Ja. Kijk, dus ik zal één ding zeggen, het modernisme is in de kerk binnengedrongen en vooral in de jaren 30 al in de exegese. De allereerste aanval is gebeurd op de exegese. Dat wil zeggen de uitleg van de Heilige Schrift. En men heeft dus alles wat de traditie zich probeert onderuit te halen. Bijvoorbeeld, er zijn verschillende schrijvers. Johannes is Johannes niet, het is Johannes wel. Het is Johannes wel een gestildelijk, maar het is Johannes in het begin, maar Johannes niet op het einde. Dat is een voorbeeld. Wel, wat antwoordt de traditie erop? Wel, het is normaal dat... Johannes was een jonge man, als Jezus hem leerde kennen. En hij was op 30 jaar leerde Johannes kennen, dus hij heeft hem gekozen als apostel. Toen was Jezus 30 jaar. Hij was een jonge man, dat is zeker 20 jaar. Hij kan evenwel 18 jaar geweest zijn. Want op 16 jaar mag men al trouwen. Hè? Dus op 16 jaar zelfs is al min of meer volwassen. Dus hij is een jonge man. Dus hij kan zelfs nog nauwelijks 20 jaar. Laten we zeggen dat hij nauwelijks 20 jaar was. Hij was heel jong, want hij was ook de enige nog niet, die geen vrouw had. Laten we zeggen dat hij 20 jaar is. Wel... 3 jaar later, dan is het de Pinksteren en dan gaan de evangelisten hun evangelie schrijven. Johannes schrijft later zijn evangelie, maar niet veel later. Niet veel later. Hij heeft ook verschillende brieven geschreven. Hè? Maar de Apocalypse schrijft hij in 94, het einde van zijn leven.
Wel, als men rekent, als hij 20 jaar is, als hij 33 is, 30 is, in het jaar 30 is hij 20 jaar, dan is hij in 94, 74 jaar. 94 min 30, ah ja, 94 min 30. 94 min 30 is 64. 64 plus 20 is 84. Ja. Dan is hij 84 jaar. Wel, je kunt bij jezelf gaan kijken. Een brief die je geschreven hebt tot 20 of 30 jaar, en een brief die je schrijft, enfin, niet zo wat niet. Maar ga eens bij iemand die bijvoorbeeld 100 jaar geworden is, en ga eens kijken vergelijken wat hij geschreven heeft toen hij 90 was en toen hij 30 jaar was. Als je daar geen verschil in vindt, is dat normaal. Natuurlijk is zijn stijl geëvolueerd. Dat is evident. Dat is bij iedereen zo. Dat u een mens evolueert. Een mens verandert. Maar je krijgt door een en andere ervaringen. Enzovoort. Kijk eens naar wat auteurs geschreven in het begin van hun carrière, op het einde van hun carrière. De stijl. Natuurlijk verandert die stijl. Dus dat is helemaal geen bewijs dat het over iemand anders gaat. Of hey, ik kan nagaan hoor, wat Fillon daarvan zegt. Hè. Fillon, dokter Fillon, ik kan het nu gaan halen als je wilt, hè, maar dat is echt een doel van exegese. Ja. Waarom dat Fillon zegt dat het werk aan Johan is? Ik kan het gaan halen als je wilt. Als je het interesseert, maar misschien is dat dat we dan te ver gaan. Maar weet maar dat de traditie zegt dat het Johannes is, in beide gevallen. En dat die stijl anders is, dat is heel normaal. Het zou verwonderlijk zijn, moest het niet zijn. Trouwens, het is ook een ander genre. Trouwens, de apocalypse is echt een profetie over dingen die hij niet begrijpt. Hij begrijpt het zelf niet. Bijvoorbeeld, wij weten nu wat dat betekent, dat er... voordat de Antichrist komt, zal men nog kunnen kopen, alleen nog maar kunnen kopen en verkopen met een teken dat in de hand is en in het voorhoofd. Nu weten we waar het waarschijnlijk zal over gaan, over een chip, over nanotechnologie. Maar wat wisten die mensen in het begin van onze jaarrekening, in het jaren 90, van nanotechnologie? Begrijp je? Dus die apocalyps kan men alleen maar begrijpen als men erin zit. Want het is een profetie en men kan alleen maar die profetie begrijpen waarvoor de tijd, als men in die tijd zit, waar die profetie voor gezegd is geweest. Want anders begrijpt men niet waar het juist over gaat. Goed zo? Ja. Want we gaan... Allez, ik ga hier nu geen... ik kan dat gaan halen hoor, maar ik ga nu geen studie geven van bijbelexegese. Als u interesseert. Maar ik kan u wel zeggen dat Fillon, een van de grootste bijbelexegeten is, hij was van de school van Vigourou. En die school van Vigourou, die is opgericht door Pius X, die de bijbelexegese heeft georganiseerd. Dan heeft terug gestructureerd. Een bijbelcommissie heeft opgericht enzovoort. Wel, het is die bijbelcommissie die nadien geïnfiltreerd is in de jaren 30 door de modernisten. Om juist te spreken van een Isaïas 1 en Isaïas 2. Uiteindelijk gaan ze ook zeggen, de evangelie zijn niet geschreven door de evangelisten, maar veel later. Dus ze gaan alles belachelijk maken. Hè. Ze gaan ze gaan proberen alles dus, op menselijke wijze uit te leggen, zodat er niks goddelijks meer aan is. Voor een modernist is de... God bestaat niet, zegt Pius X. Voor een echte modernist bestaat God niet. God is maar gewoon een culturele belevenis. Een God die maakt jezelf. Dat is een God die maakt jezelf. Dat is iets dat een opwelt uit jezelf. Het idee van God. Dat is volgens een ras echte modernist, zegt Pius X, die is atheïst. Een ras echte modernist die zegt, ik weet als wetenschapper dat God niet bestaat, maar als gelovige geloof ik in hem. Dat is een echte modernist. Dat staat in de encycliek van Pius X, Passione Nomine Egregis. Dus die geloven niet in de bovennatuurlijke dimensie van onze godsdienst.
die beschouwen godsdienst als een cultureel gebeuren. Bijvoorbeeld, ik hou van theater, hè? En ik hou van, van Molière, of ik hou van Racine, of ik hou van, ik weet niet wat, van modern theater, of van oud theater, klassiek theater, of van Grieks theater, of van Shakespeare, Hamlet, enzovoort. Dat kan zijn. Hè? Dus ik weet dat dat niet waar is, wat daar gespeeld wordt, maar als ik in het theater zit, dan geloof ik niet dat dat echt gebeurt. Wat een film bijvoorbeeld. Je weet dat het een film is, maar toch gaat je erop in op alsof het echt is. En wel zo beleven zij de godsdienst. Godsdienst wordt geresorteerd onder cultuur. Voilà. Cultuur, deze cultuur, zoals theater, zoals sport. Dus ik weet dat Feyenoord of Anderlecht niet de grootste ploeg van de wereld is. Maar het is mijn ploeg en voor mij is het de beste van de wereld. Voilà. En wel zo is een modernist. Ik weet dat God niet bestaat, maar voor mij, ik geloof erin. Voilà. Want ik vind het plezant om daarin te geloven. Ik ben graag godsdienstig bezig. Dat doe ik graag. Dat is een modernist. Dus daarom zit je dat heden ten dagen, ook bij de ministeries, wordt godsdienst gesorteerd vaak onder het ministerie van cultuur. Dus geen ministerie van godsdienst. Dus godsdienst wordt onder cultuur gezet. Dat is typisch modernist. Dat is zoiets zoals, voilà, zoals sport, zoals theater, zoals film, zoals entertainment. Je hebt kleinkunst, je hebt ook godsdienst. Hè? Voilà. En iedereen mag kiezen wat hij wil. En je moet de godsdienst, is godsdienstvrijheid. Je moet theater kiezen dat je wilt, sport bekiezen dat je wilt. Maar wat verboden is van te zeggen dat uw ploeg de beste is en ook dat je daar wilt voor leven en sterven, dat iedereen lid moet worden van uw ploeg. Dan zijn ze verkeerd. Dan zijn ze fanatiek bezig. Dan ben je fundamentalist. Jij mocht niet zeggen, jij moet katholiek zijn, maar je moet niet pretenderen dat iedereen moet katholiek worden. Dat is niet juist. Dan ben je niet goed. Dan ben je hoogmoedig en autistisch bezig. Dan ben je paranoia. Voilà. Omdat zij niet geloven in de goddelijke, echt goddelijke dimensie van de godsdienst. Voor hen is godsdienst iets menselijks, een menselijk gebeuren. Enfin, dat is een tussenaakje, hè. Het is wel belangrijk dat je dat weet, want dan begrijp je meer hoe slecht en hoe corrupt het modernisme is. Hè. Ja. U sprak over Plato, dat hij een zeker begrip had over de goddelijke drievuldigheid. Ja, een intuïtie noem je dat. Intuïtie. Maar de heilige Augustinus heeft zich gedeeltelijk op het denken van... De heilige Augustinus heeft gedeeltelijk op het denken van Plato... zich verdiept, ja. En heeft dan een bepaalde vergelijking gemaakt met, over de goddelijke drievuldigheid, dat het niet bevat kan worden met een soort vergelijking met een kindje die je aan het water, water uit de zee hebt. Misschien kunt u dat even vertellen ook. Dat was Sint Augustinus, ja. Maar ja, maar vrienden het andere niet, hè. Je zegt, Plato had een intuïtie van de drievuldigheid. Mm-hmm. En Sint Augustinus die de platonische filosofie gebruikte. Mm-hmm. Er was een platonist van de filosofie wat filosofie betreft. Die heeft dan een verschijning gehad van een kindje dat zegt dat hij God niet kan bevatten toen hij over die drievuldigheid nadacht. Mm-hmm. Nou, dat is ten eerste in tegenspraak met het ander. Hè? Mm-hmm. Want Plato heeft maar er iets van geïntueerd, maar heeft totaal niet begrepen waar het echt over ging. Mm-hmm. En Sint Augustinus, die was aan het nadenken over de drievuldigheid. En je kent dat verhaal, hè? Dus aan de rand van de zee. Hij was van Hippo, dus dat is Noord-Afrika, en dat is de Middellandse Zee. En dan was hij aan het nadenken, en zei een klein kindje dat dus met een schelpje water van de zee in een klein putteke schepte in de tijd. En Sint Augustinus zegt, kind, wat zit jij bezig, jongetje? Jongetje zei, ik ben de zee aan het overscheppen in dit putteke. En zei, maar manneke, dat gaat niet. Je kunt de zee niet overscheppen in het putteke, de zee is te groot. En dan zei dat jongetje was een engeltje. En die engel zei dan tegen hem, ja, zo kunt je ook God niet bevatten, want uw verstand is ook te klein om God te bevatten. Mm-hmm. En toen verdween hij. Ja. Ja, dus de wilgheid blijft een mysterie. Ja. Dat trekt naar vrijmetselarij, dat moet... Ah ja, tuurlijk, absoluut. Ja, zeker. Ja, eigenlijk is de vrijmetselarij besloten van de kerk te infiltreren en kapot te maken. Dus dat heeft ze besloten nadat ze de kerk niet kapot heeft gekregen door de Franse revolutie.
Door de Franse revolutie is de vrijmetselij de kerk fysisch kapot willen krijgen. Fysisch. Is niet gelukt. En toen hebben ze gezegd, we gaan ze moreel kapot krijgen van binnenuit. We gaan ze binnenuit rot maken. Dus dan hebben ze, en toen is het, hebben ze dus, in de 19e eeuw zijn ze gaan infiltreren. Overal in Europa, al wat machten, maar vooral de kerk. En uiteindelijk is het aan het modernisme daarmee gekomen. En modernisme is een soort ook gnose, hè? Dus, een soort gnose. Modernisme is de riool van alle getreiden tezamen, zegt Pius de Tiende. Dat is alle getreiden tezamen, dat is modernisme. Alles tezamen. Ja. De volgende keer gaan we dan inderdaad spreken over God. Hè? Over wat in die openbaring van God dan staat. En die openbaring, dat is dus de 12 artikelen van het geloof. En het eerste artikel van geloof is, ik geloof in God. En dan gaan we dat uitleggen. Dus we gaan dan die 12 artikelen van het geloof dus afgaan. Zo, ik wens u een goede avond.